Tot de zomer van 2017 stond dit orgel nog in de Emanuelkerk in Prins Alexander. Maar toen de nieuwe kerk de ruimte in gebruik nam, mocht het orgel weg. Het 5 meter hoge voorwerp met meer dan 1000 pijpen werd binnen 3 maanden vervoerd en opgebouwd in de Paulusbekering in Capelle. Geen kleinigheid. Dus dat betekent dat die 1100 pijpen één voor één vanaf de windladen afgehaald zijn. En die zijn allemaal in kisten gestopt. En vervolgens heeft men de hele bovenbouw van het orgel, waar we hier nu naar kijken, gedemonteerd. Zodat alleen de onderbouw overbleef. En toen heeft men met heel veel vrijwilligers heeft men die onderbouw op een hele grote aanhangwagen geplaatst. En toen heeft men in de afgelopen zomer heeft men alle onderdelen naar deze kerk overgebracht. En toen is vervolgens de orgelmaker Rijl uit Heerde is begonnen met het orgel hier weer op te bouwen. Frenk van Wingerden, organist van de Emanuelkerk, speelde een belangrijke rol bij de verhuizing. Als tussenpersoon en als verantwoordelijke voor het onderhoud. Maar vlak voordat het orgel in gebruik genomen werd, overleed hij. Als gevolg van complicaties na zijn operatie. Toen hij hoorde van onze belangstelling voor dit orgel, ja, was dat voor hem natuurlijk, hoe zal ik zeggen, een soort lot uit de loterij. Dat zijn orgel, om het even zo te zeggen, betrekkelijk dichtbij zeg maar, herplaatst kon worden. Zodat hij eigenlijk ook, ja, hoewel dus niet meer als organist van die Emanuelkerk, toch hier in deze kerk ook weer op het orgel zou kunnen spelen. Maar ja, helaas door zijn ziekte en door zijn operatie enzovoorts is dat helaas allemaal anders gelopen dan natuurlijk iedereen gedacht had. Maar dat is de reden dus dat hier een plaatje op het orgel is aangebracht waarop staat Frank van Wingerden, beschermheer van dit leeflang orgel. Goede God, wij vragen u zegen dit orgel, zodat er door zijn klanken, tonen en muziek onze gemeenschap helpt. De voormalige Emanuelkerk, waar de roots van het Leeflamorgel liggen, is sinds 2017 het nieuwe thuis van Feierkerk Nederland. Wij zijn net als de Emanuelkerk die hiervoor zat, een protestantse geloofsgemeenschap. Alleen we hebben meerdere filialen, dus er zijn verschillende karakters. En ons karakter is dat wij geloven in de werking van de Heilige Geest en van daaruit opereren. Wij zijn absoluut niet tegen orgel. Dat is, het is muziek maken, hoort erbij, daar word je vrolijk van en het geeft eer aan God. Alleen er zijn nog meerdere manieren om dus daarin je hart aan God te openen, ook met andere instrumenten. En wij hebben nooit een orgel gehad en wij hebben dat altijd gedaan, gewoon met de drums, met een keyboard, met gitaar. 2017 is voor ons als Feierkerk Nederland een geweldig jaar geweest. We zijn heel lang rondgezworven door de stad. We hebben in een kerk gezeten, we hebben in een school gezeten, we hebben in een wijkgebouw gezeten met onze diensten. Maar in 2017 heeft God ons dit prachtige gebouw gegeven en 2018 gaat het nog beter worden. In die zin kijk ik er met heel veel plezier op terug dat het in een relatief hele korte tijd gerealiseerd is, dit project. En vooral dat we zeg maar zo'n uniek instrument hebben kunnen verwerven voor deze kerk. Dat is echt een lot uit de loterij.